Ja, mogen we hier plaats vrij houden, want die zijn heel snel hier rond en op. Dat wordt stevig doorgehaald. Ze hebben allemaal dezelfde achterhand liggen, maar we hebben verschillen in de categorieën straks bij het podium. Ook weer heel wat van het Vaalse-Akkel-team. En meisjes altijd. Als je kort bij elkaar tussen de eerste en de laatste zit, ja, 120 verschil. Dat is de waardeweegbaar. Ja, we zijn een beetje schermd over de wedstrijd. Mento op kop, komen Franke richting fietsonderdeel. Dan gaan ze dadelijk daar rechts de blauwe pijlen volgen. Om 6 rondes te mogen rijden. 6 rondes, goed allemaal. En het is Hoogt Daans als eerste daar, wat dat team van Essen wil. Roger Miel, Autopaas 3. En nu komen we heel snel binnen over Ron Jacobs. Die fietsen in de tussenzone, achter de nationale tussenzone. En daar komen we hier. Logica's. En dan gaat ons eerste meisje. Lize. Kom aan, Lize. Kom aan, Emily. Trappen. Kom aan. De tussenzone is hier al leeg. Niet te doen, niet te doen. Hoogt Daans als eerste daar van dat team van Essen. Roger Ibi, op plaats 3. En nu komen ze heel snel binnen op Ron Jacobs. Maar Wout! Goed bezig! Kom bij Wout! Nog hier in de podium. Hollé! Die fietsen rustig door. Met de loog al hier net. En dan komen we hier. Lize.
wedstrijd. Onze voorrijder heeft een binnen noordje ergens gevonden en ik geef hem meer ongelijk met deze zomerse temperaturen. Maar ik moet echt mooi in mijn ATW kippen van een ander jaar over mijn team. Victor Hannes daar aan de leiding op plaats 3. Kom aan, Victor! Kom aan, man, ga maar aan, hè? Kom aan, heel veel. De kraftsprenger is heel goed aan het opschuiven. Wat zijn we erin? Ja, maar kom op, Abraham. Kom op, hè. Kom op, hè. Dat is gewoon herinnering. Ik heb een monster.
Houd hier de tempo even hoog, jongen. Dat geef ik jou, oké? Ook Victor Meeles. Deze atleet, Pieter Meeles, Pride, gaan zenden. Dank u.
Dylan Staes. Verkeer Onderhoek. Louis Knaps. Voor de recreatieve wedstrijd nummer 154 staat op de verkeerde plaats. Dus laat weten, hier zelf je fiets op de correcte plaats te zetten. 154 doet je normaal op de hoogte. Kom aan,
maanden goed bezig, Jan. Ja, onze eerste talent hier afstappen in de wisselzone. Hond Kaams voor 4 ronden af te lopen. Allerina! Een ronde al afgelegd voor Wouter. Ondertussen is hier onze tweede, Brik Bertels. Heeft zich toch wat kunnen lossen van de ATB Kempen. Hoeveel toeren moet je hier lopen, papa? Daar Len Jacobs als derde weg. Aan de Len, dat ziet men er ook. Een goede loper had, zijn lange benen. En Victor! Ja. Dan is het weer aan de Kempen hier. Kom aan, Dylan. Warren Janssens. En de drie scholen, Groosmans hier. Bram Sprengers. Ook hij. Ziet ze daar vooruit lopen. Ondertussen onze laatste bij de meisjes. Kom aan. Kom aan, Eloïne. Ja. Doei, Eloïne. Kom op, Dylan. Goed. Zet op de kaart. Het verschil kunnen maken. En afgemaakt in het laatste loopoverdeel. Afgemaakt in het laatste looponderdeel. En voor die tweede plaats. Daar straks nog op 3 Akrog en dat gaat zo blijven volgens mij. En net daarachter Louis Knaps. En dan wordt nog gesprint weer. Onder andere nog Warra. Janssens. Victor Hannes. Ook Adrice Groosmans. Leeftijdsverschil is hier natuurlijk groter. Wordt nog gesprint weer. Onder andere de Warra Janssens. Victor Hannes. Ook Dries. Haar leeftijdsverschil is hier natuurlijk groter. 12 en 15 jarige. Dus we hebben twee verschillende podia. De jongste van de is opgepast hier aan mijn borst. Goed gedaan, jongen. Ik denk dat er hier een meisje bezig is. Heeft dat ook in de aanleiding gezegd? Dat is goed gezien. Dat is een meisje dat last van de zon zou kunnen. Overgegaan, zou kunnen. Dat vraagt er weer aan. Ja, lopen gaat ook van hier komen lopen, want die mag dan niet zijn. Dat kan niet. Ik loop waarschijnlijk gewoon niet voor, maar ik ben niet. Ja,
Eén rondje gelopen door Lize, nog drie te gaan. Maar ze kunnen zich natuurlijk voorbereiden en hun fiets in de wisselzone gaan plaatsen. Let op dat die fiets reglementair is en dat wil zeggen dus geen opzetstuur. Hoortjes mag, maar geen opzetstuur op die fiets of soms wel mag. Plaatsen. Let op dat die fiets reglementair is en dat wil zeggen dus geen opzetstuur. Hoorntjes mag, maar geen opzetsturen op die fiets zoals bij de triathlon soms wel mag. Goed gedaan, jongen. Voor alle duidelijkheid, we zijn afgelegd aan de zorg. Wij zijn misschien één ronde trainen en we afgelegd en toch zijn binnenlopen. En dan pas over gaan op het podium. Hier is ons tweede meisje, Rune Mertens. Volgens mij is iedereen hier in de kantoor. Knap gedaan ook van de stam, uit reed die. Ook binnenkomst hier van de Brent. Goeie Brent, een medaille voor u. En hier is ons eerste meisje, knap. Goed gedaan. Volgens mij is iedereen hier nu van het parcours. Ja, die niet. Zoveel verschil was in leeftijd. Aparte podia op plaats 2, Victor Hannes. Voor zo'n stap weg. Ja, dus. Goed, Victor. En winnaar in de categorie Briek Bertels. ATB Kempen klopt de Aykroch mannen. Ja, het is dan ook de mountainbike specialist. Knap podium, handen op elkaar voor deze toppers SP. De jeugdreekse binnenmeisjes, 12 en 13 jarige. Op plaats 2, en ik hoop dat de achternaam klopt, Emily Borgers. Ik dacht dat ze de wedstrijd heeft gestaakt, maar ze verdient toch een podium. Is Emily nog hier? 13-jarige Rune Mertens. Knap gedaan, Rune. Helemaal alleen op het podium. Als Emily Borges hier nog zou zijn. Maar we beginnen weer bij de jongens. Op plaats 3 hebben we daar Warre Janssens. Kom, eens veel meer, hè. Weer ATB Kempen. Nee, dus...
Op plaats 2, Len Jacobs. Dat kust hij niet. Die papa's hebben die kussen, dan willen ze graag zelf op dat podium staan. Hè. De winnaar heeft vandaag een heel sterke prestatie laten zien, Wout Daams. Ja, graag een stevig applaus voor deze kleppers in spe. Ik denk dat we daar maar één kandidaat hebben. Ze heeft dan ook de wedstrijd gewonnen van KTT, Lize de Witte. In haar eerste cross-duathlon naar Zeggens. Knap gedaan. Dik applaus voor Lize hier tussen al dat mannelijk geweld.